De twee lichamen die de politie maandag in een café in de Malfort aantrof zijn vrijgegeven. Er zijn twee mogelijke daders aangehouden, maar volgens politiewoordvoerder Frank de Valk is hun schuld nog niet bewezen. Het onderzoek is in volle gang. We hebben na de aanhouding van de twee verdachten hebben wij inmiddels een aantal getuigen gehoord. We hebben beeldmateriaal veiliggesteld van camera's die in de omgeving hingen. De stoffelijke overschotten waar onderzoek op verricht is, die zijn inmiddels vrijgegeven aan de familie. Dus dat is eigenlijk op dit moment even de stand van zaken. Dus we zijn nog eigenlijk volledig bezig met de 25 rechercheurs die op de zaak zitten. En dat gaat de komende weken nog wel even duren. 25 rechercheurs lijkt misschien veel, maar dat is volgens de Valk niet zo. Dat is standaard zo dat wij bij een team grootschalige opsporing, dat wij 25 man op de zaak zetten, zodat wij ook in de volle breedte het onderzoek kunnen doen. Want je moet je voorstellen dat wij los van alle partijen die we moeten horen, je hebt je verdachten zitten, je hebt een aantal getuigen die moeten worden gehoord, beeldmateriaal moet worden veiliggesteld, digitaal moet er het een en ander worden opgezocht. Dat betekent dus dat je echt zo heel veel mensen kwijt bent om zo snel mogelijk alle informatie te kunnen vergaren die nodig is om deze zaak tot een goed einde te brengen. Het café kan binnenkort weer open. Ik verwacht vandaag, maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen.